Steve van Bokhoven leidde volgens eigen zeggen in zijn jonge jaren een duivels bestaan. Tot een visioen hem op het rechte pad van Jezus zette. Sindsdien kent zijn liefde voor God geen grenzen. Hij bouwde niet alleen een privékerk in zijn achtertuin. Het woord van de Heer draagt hij letterlijk op zijn lijf. Meneer Bokhoven, wanneer heeft God u geroepen? Van jongs af aan wist ik al dat ik anders in elkaar zat dan andere mensen. En toen is mijn leven gaan lopen, zeg maar, gewoon allemaal normaal. En vanaf mijn 21ste, toen werd ik echt geroepen door God, door een visioen dat ik in de auto kreeg. In de auto? In de auto, ja. Dat was een hele rare gewaarwording, want ik kreeg met de auto. Ja. En in één keer kreeg ik de visioen voor ogen. En daarom werd me duidelijk gemaakt dat ik bepaalde dingen niet meer mocht doen. Ik was in die tijd met slechte dingen bezig, zeg maar. Wat voor slechte dingen? De kant van de duivel, zeg maar. Bent u als het ware bekeerd? Nee, ik denk wakker geschud. Wat is dit voor een plek? Dit is mijn kerk en dan mijn zalen voor God. Dit is uw kerk? Ja, iedereen kan hier binnen wandelen zoals ze willen. Dus ja, de leeftijd is er eigenlijk ook niet gebonden. Omdat een huis van God is waar altijd open moet zijn in mijn ogen. En wat is dit voor een ruimte? Dit is mijn kapel. Hier doe ik mijn gebeden. Iedere dag de kaarsen branden. Het licht in het leven houden, zeg ik altijd. Nou zag ik dat hij ook achter op je jasje had staan. I'm Jesus, now you know. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dan is het in ieder geval duidelijk wie ik ben. En dan weten ze het ook. Dus later kan niemand zeggen dat ze het niet wisten. Dus. Maar we moeten niet letterlijk nemen dat hij Jezus bent. Ja, ik denk het wel. Wel? Ja, het zou voor de wereld heel verstandig zijn om dat toch wel eens een keer te doen. Om eens een keer goed te luisteren naar de boodschap die ik van God meebreng. Was u weer in gesprek met God? Een gebed voor God gemaakt, ja. Hoe ver gaat uw liefde voor God? Die gaat heel ver, want dat zie je wel aan mijn levensstijl en ook tot tatoeages toe. Ik eer God, het Ave van Maria. En hier staat ook weer I'm Jesus, so what? God is power, de Heilige Geest. Mensen associëren vaak tatoeages met criminele mensen. Ja, maar ja, ik denk dat het in het hart zit. Dat is de manier van leven, niet de manier van hoe je eruit ziet. Maar ik heb er nog een plekje voor God gevonden. En dat wil ik vandaag benutten om voor God nog een tatoeage erbij te zetten. Ik heb een tekening erbij. Ja, dat wil ik graag op mijn voet hebben. Wat voor een tekst staat erop, meneer Van Bokhoven? God is love. God is liefde. Ja. De volgende realitato? Ja, dat is de volgende. En heeft hij zelf iets met het geloof? Ja, georganiseerde religie ligt me niet helemaal, maar ik heb er wel wat mee. Je heeft in ieder geval een gelovige tatoeëerder. Gelukkig wel. Maar had hij het ook laten zetten bij iemand die Satan aanhangt? Ik denk dat ik dat dan automatisch al niet in de buurt kan. Lief kerel. Dankjewel. Ja. Nou, bent u er blij mee? Ja, ik ben heel gelukkig mee. Ik ben dankbaar dat je me gezet hebt. Ja. U heeft nu echt letterlijk God aan uw voeten. Ik heb het woord God op mijn voeten staan, ja. En ik zit zelf nog steeds aan Gods voeten. Ja.